hartelijk welkom, daar zijn we er weer, rechtstreeks vanuit Café De Gummelag in Geensteen. Hallo mensen! Ja, gezellig. Nou, we hebben het weer volop, hè. We zitten volop natuurlijk in allerlei toestanden Dik, hè? Ik ga me nog even scheren. Ik ga me nog even scheren, we zitten vlak voor de... Belachelijk, hè. Ik ga me nog even scheren, we zitten vlak voor de... Ja, ga je toch niet scheren? Let even op. We gaan gewoon beginnen met de allereerste verrassing. En die eerste verrassing, dat is... Daar is de koffie. Ah, daar komt de koffie. Ik de scheerapparaat doet het niet meer. Ja, blijf dan ook. Zit weer met half materiaal in de stopcontact te douwen, hè. Alle stoppen vliegen eruit. Oh. Hij gaat zich even scheren. Lachelijk, hè. Nou, draai de nieuwe stoppen in, want dat gedoet toch al een ogenblikje, dames en heren, in de zaal. Nou, het wordt zo opgelost. Het komt zo. Ogenblikje, geduld ook. Het zit zo, hij moest zich gaan scheren. Daar gaat hij. Zitten er nieuwe stoppen in? Oh, gelukkig. Nou, daar gaan we dan. Leek mij wel leuk om te gaan. Gaat hij zich weer scheren? Wat een hoede! Ja, gaat hij! Doe dat scheerapparaat weg! Doe dat scheerapparaat nu weg! Draai er niet, we stoppen in en dan kunnen we verder gaan met het programma. Belachelijk, hè. We zijn wel 5 minuten bezig. Ik zit er 5 minuten in donker. Zoals ik al zei. Nou, gebeurt er nog wat? Ja, ze zijn er hier. Ah, nou, daar is het licht weer. Zo kunnen we zien wat we zeggen, hè. Nou, hallo mensen, er staat hier iemand met een bolhoed en met een baard met een klein blauw meisje. Oh, het kan maar, Harry. Ja, dat is ook niet, Harry. Dat is vader Abraham met zijn nieuwste ontdekking. Oh, met een ontdekking. Ja. Wat heb je ontdekt? Nou, hij heeft een nieuwe ontdekking. Abraham, die handelt toch altijd in die meisjes en zo. En dan hebben we hier zijn nieuwste ontdekking. En dat wordt de Nederlandse Olivia Newton-John. Hé, kom nou. En dat is weer een exclusief voor de Lachenmuziekshow. Olivia Newton-John. Hoor ik nou niks te groot? Oh, ik zie het al, Dick. De microfoon staat te hoog. Ach, het is zo klein. De microfoon staat. Zet hem even wat lager, ja. Gaat het zo? Ik hoor nog steeds niks te groot. Hij staat toch te hoog, die microfoon. Ja, ik leg hem wel op de grond. Ja, best. Het is een heel klein zangeresje, hè. Nee. Je ziet er amper, hè. Oh, je gaat, ze ziet ook zo blauw, hè. Wat is het? Ze ziet helemaal blauw, die zangeres. Zie je dat? Ja, het zal wel goed zijn. Stil nou, de groot even stil, ze gaat zingen. Zeg de groot, hoor je dat? Ja, leuk is een meisje. Nee, luister nou. Het is een smurf. Wat is een smurf? Ja, hoor dat. Wel, nee, het is een smurf, je ziet het niet op blauw. Die Abraham, die heeft weer een nieuwe smurf, luister nou. Hoor je wel? Ach, wat leuk, we hebben een smurf in huis. Nou, dan even interviewen, jongens, even babbeltje. Even stoppen, hallo, mevrouw, smurf in.
interessant, zeg. Wat ik vragen wou, even kijken, wat vraag je nou aan een smurf? Ik heb nog nooit met een smurf gepraat natuurlijk, hè. Kunnen jullie door een waterkraan? Kunnen jullie door een waterkraan? Ja, wat een goede vraag, zeg. Kunnen jullie door een waterkraan? Daar kom je niet zomaar op, hoor. Daar kom je niet zomaar op. Nee, ik zou er niet op komen, maar kunnen jullie door een waterkraan? Ja, wij kunnen door een waterkraan. Hebben jullie daar geen last van? Wat zegt u? Als er naar vloeiend water uit die kraan komt, hebben jullie daar geen last van dan? Die kraan natuurlijk, die kraan is toch dicht, man? Dat is kinderen toch niet doorheen? Ach, galk, hè, man, begrijp ook helemaal niks, hè? Nee, wat ik wil vragen is bijvoorbeeld, kunnen jullie door een sleutelgat? Vind je? Even een pittige, hè? Ja. Kunnen jullie door een sleutelgat? Ja, wij kunnen door een sleutelgat. Ach, wat interessant, zeg. Hoor je dat, de grootste? Ze kunnen door een sleutelgat. Ja, maar als er nou vanaf de andere kant met een rotgang een loper ingejoekeld wordt, kan je dat dan maar doen? De goud, daar moet je van die domme vragen. Dat is... Ik begrijp dat nou niet, hè? Wat ik vraag aan mijn leek me ook wel een interessante vraag. Spreken jullie ook buitenland? Spreken jullie ook vreemde talen? Yes, sir. Ah, oh, yes, sir. Ja, kom je van de Veluwe? Kom je van de Veluwe? Yes, sir. Dat is toch geen... Dat is toch buitenlands? Dat hoor je toch zo interessant allemaal, hè? Interessant. Wat ik vraag aan mijn heeft u ook kinderen? Nee, maar morgen wel. Morgen wel? Hoezo morgen wel? Ik heb vanavond een afspraak. Een afspraak? Met wie dan? Met de fluitsmurf. Everybody happy! Dat was even interessant allemaal, hè? Gesprek met zo'n spurf. En dan gaan we nu over, het lijkt mij althans de hoogte tijd, voor Ome Jook met zijn amateurhoekje. Hey, ja, goedemorgen, WC. Hier is dan eindelijk weer eens even Ome Jook. Het werd wel tijd ook, WC. En hier zijn we dan weer met het amateurhoekje. Daar is de koffie. Oh, lekker. Is dat hier weet je, we gaan nou toch niet even uitgebreid koffie zitten drinken. Gaan wij nou even het amateurhoekje doen. Gezeur allemaal. Hé, zo was ik al... Dat was de koffie. Dan moet je ook maar een klein beetje uitkijken waar je loopt, nak. Weet je, dat amateurhoekje dus van deze week, daarin hebben wij een hele speciale figuur, hoe heet die ook alweer, waar heb ik het? Oh ja, hier heb ik het al. Hier is voor u, dames en heren. Kees Hond. Kees, ja dat kan ik zelf ook wel zeggen joh. Kees Hond. Goedemiddag. Hé, zo, één keer is genoeg hoor. Hé, wat kom je doen joh? Wat heb je voor iets? Ja, ik heb iets heel bijzonders, ome Joop. Oh ja? Yeah. Ik heb zingende honden. Zee joh? Ik heb zingende honden. Hij heeft zingende honden, ome Joop. Ja, dat hoor ik zelf ook wel joh. Hij heeft zingende honden. Yeah. Nou, waar zijn die honden dan? Ja, ik heb ze even hier, zal ik ze even halen? Yeah. Kom maar binnen, jongens! Oh, oh, Zit even op zijn gemak, ja, ze zijn een beetje zenuwachtig natuurlijk.
Nou, verhuren, wat gaan die honden doen? Horen we nog wat? Ja, ze zijn namelijk zeer muzikaal. Doe je? Ja, ik wil voor u namelijk gaan zingen. Somebody stole my girl. Wat zeg je? Somebody stole my girl. En dan de honden die zingen met mij mee. Nee, ik ben benieuwd, joh. Laat maar even horen dan, hè. Nee, dat had je, hoor. Even allemaal stil, jongens. Even stil. Stil. Ja, goed zo. En dan gaan we dus, jongens, even op mij letten. Ik ga even tekenen. En dan gaan we Somebody stole my girl. Jongens, ik ga even tekenen. Jullie vallen meteen in, hè. We zingen hun dan met je mee. Ja, hun zeggen dus precies hetzelfde mee als wat ik dus zing. Begrijp je wel? Nou, zo mag je me niet weer zien. Lijkt mij knap, ook niet heel. En 1, 2, 1, 2, 3, 4. Somebody stole my girl. Lijkt mij weer. Somebody stole my girl. Achter mij gaan renden, you know. You let me go through. Well, and you know you. Let me something if you sue me. Somebody stole my girl. Mensen, wat is dat hier voor een beestenbende, zeg? Wat is dat een herrie? Dat moet je niet bij mij weten, joh. Hij komt hier binnen met zijn jonkende honden. Moet je even horen wat een bende meteen. Ach, wat zijn de leuke honden ook, hè? Ze zijn de leuke. Ja, maar mensen, die honden moeten hier weg, hoor. Moet je eens horen wat een bende. Er zit hier maar eentje dik. Hallo, joh. Nog eens even met een gezang. Ja, het gaat niet helemaal. Ze zijn een beetje zenuwachtig natuurlijk, hè. Zenuwachtig is gewoon een beetje bende. Als je even opbobbelt, joh. Ja, misschien om nog even repeteren. Dat we nog even repeteren. Ja, dat lijkt mij ook het beste. Goedemiddag. Mooi. Hé, mensen, dat wou ik nou. Hallo. Je vergeet die honden mee te nemen. Hallo? Ja, die zit ik hier met al die honden. Stilte! Ja, dat geldt niet voor u, dames en heren. Gaat u rustig door met Roezemoes. Ome Joop, het zit iedereen is gelijk. Gaat u rustig door, hoor. Gaat u rustig door. Zo, gezellig is het, hè? Harry dan, Dick. Harry komt er dan. Ah, daar komt Harry. Nou, wat leuk was het hè, met die honden allemaal, hè? Ja, ik heb ze wel ook wel even stilgekregen, meisje. Nou, dan willen jullie misschien een lekker plakje worst van oma Harry? We zijn de honden in ieder geval kwijt. En die zijn er buiten. Volgende onderwerp, mensen. Wat? Volgende onderwerp? Oh, waar gaat dat dan over? Ah, het volgende onderwerp is geproduceerd door De Groot. Zullen we wat weten dan, mensen? Wilde jullie graag voorstellen Ahmed Zonde. Ja, ik ben Ahmed Zonde. Ahmed Zonde. Ja. Zonde, Ahmed. Ja. Ahmed. En vertel eens Ahmed, wat kom je hier doen? Ik ben gevraagd. Radiocursus. Gebroken Nederland. Gebroken. Ja. En waarom organiseren wij deze cursus? Omdat er zijn zoveel van de buitenlanders. Ja, gastarbeiders. Gastarbeiders. Ja. De niet goed gebroken Nederlandse paten. Ja, niet goed gebroken Nederlandse paten. Ja. Praten. Zij praten niet goed gebroken Nederlands. En dat ga jij ze leren. En ja, dat ben ik. Ik ben daarvoor, dus hebben ze mij gevraagd. Dus om te leren aan al die mensen gebroken Nederlands. Ja, nou, ik zou zeggen, ga je gang. Ja,
Dan gaan wij nou de begin. Ja. Wij gaan beginnen. Niet te beginnen. Niet te beginnen. Goedemiddag, Duits, goeien, moes. Ik ben die Achmed Zonder. En ik ga nou aan jullie allemaal goed luisteren naar mij. Zeggen jullie mijn naam. Ik praat goed gebroken Nederlands. Ik. Daar gaan wij. Ik praat goed gebroken Nederlands. Ja, nee, dat is toch niet te goed. Ja, als ik even mag onderbreken, meneer Achmed Zonder. Ik sta zo eens te luisteren naar die cursus. Maar wat heeft het nou eigenlijk voor nut dat je goed gebroken Nederlands kan praten? U dat niet weten? Nee, ik dat niet weten, nee. Maar u hebt het toch in de kranten kunnen lezen. Als je goed gebroken Nederlands spreekt, dan kan je ook quizleider worden. Wat zijn er nou quizleider? Dat kan toch nooit? Quizleider, Dick. Ik heb het ook gehoord op de radio. Wil je dat nou? Wat is dat dan voor iets? Ik heb het op de radio gehoord. Mag ik u even voorstellen aan een van mijn cursisten? Barjoeke gezegd. Van ja, voetbal. Ah, kijk nou eens even hoe makkelijk. De trainer van de Haarlem, wat leuk. Zij bent ook cursist, wat leuk. Wat hoor ik, gaat u quizleider worden bij de KRO? Ja, het is in een prille stadion. We zijn bezig bij de KRO. Er zal een quiz komen en ik word de quizleider, zoals dat heet. En we hebben nog niet gerepeteerd of niks. We zijn gewoon aan het praten van hoe we het gaan opzetten. Maar ik hoop binnen een paar weken wat meer van te horen van de KRO. Ach, wat interessant, zeg. Dat had ik nooit gedacht. Maar wat is dat dan voor quiz? Wat is het doel? Dan vraag ik me ook af. Hoe gaat zo'n quiz dan? Wat is de bedoeling ervan? Hoe kan je prijzen winnen? Nu, dat is al heel eenvoudig, joh. Ja, hoe joh, hoezo? Ze laten die huggers gewoon praten. En degene die je met eerst verstaat, die krijgt een wasmachine. Tegenaan, hè. We zetten hem maar zoals altijd weer ruim in, mensen. Hè? Dat is ook nog waanzin. Nou, daar gaan we nou eens verder met het volgende. Wat is dat? Wat zitten we ruim in? Nou, dat hoor je toch op de radio ook altijd voor. Hallo, mensen. Hallo, Nederland. Hallo, we zetten hem ruim in. Hoor je dat nooit? Ja, maar wat wordt er de ruim in gezet? Ja. Dat weet ik ook niet. Hoe is dat nou? Dat is maandagsmorgen. Zo komt de hele wilde man. Hoe heet die nou? Blom, bam, tom, blom, tom, blom, tom, blom. Hallo mensen. Ruiming. Wat bedoel je dan? Wacht maar even. Ik weet al wat die bedoelt. Wacht maar. Gewoon wat hij vroeg. Ik gooi hem het ruim in. Ome Joop met zijn verzoekhoek met je. Goedemorgen. Ja, weet je, ik heb weer duizenden verzoekjes gekregen van allerlei mensen. Die hebben aan mij gevraagd. Ome Joop, kun je van mij eens even een verzoekplaatje draaien? Ik heb hier om te beginnen heb ik een verzoekje van Kees Raddraaier uit Brugge. In België. Hé? In België. Ja, dat weet ik zelf ook wel, joh. Ik wou wel even helpen. En die vraagt aan mij, wees ome Joop, mijn zus is jarig. Wilt u daarom een plaatje draaien van Jamers Last? Van Jamers Last? Hoezo? Ik ben hekel aan je zus.
En dan heb ik hier een briefje van mevrouw de Boer uit Lelystad, mensje. En die wil graag een plaatje, omdat ze weer thuis is. Oh, mijn boodschappen wil je doen dan. En dan heb ik hier Elsje de Wind uit Sappemeer. Of ik de groeten wil doen aan de Opel. Ja hoor, ik zal het zeggen als ik het tegenkom. De wind was zo laag. Zonder jouw liefde. Nou, liefde. Dat is het, de wind was koud. Zonder jouw laag. Wat sinds dan ben jij al wel weg van mij. Zo ver hier vandaan. Verder hoe beter weet jij. Kuieren in de zon. Ach, wat gezellig. Gingen maar de liefjes plukken. Eentjes voor het eindeloos. Kijk nou zo, je jurk wordt nat. En je handen worden vuil. En ik word boos. Ach, ja, dat is een boos. Vader was een mooie hel. Geef maar hier die handje. Vader was de baas. Zat ze even afvoelen onder de kraan. Op een mooie Pinksterdag. Met de kleine man. We gaan naar buiten. De vogels fluiten. Ja, maar het zonnetje. Het regent zo heerlijk zijn. Nu is een warm geluid. Gezellig aan de groentjes, zoetjes roeien. Prinsessen, oontjes groeien. Mama de neus. Waar al je misère verdwijnt. Nou, Bips, geef maar gewoon door naar het volgende nummer. Een beetje. Oh ja. Verliefd is iedereen wel in een beetje. Wil je hebben de vaart? Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Nou, we zullen allemaal. Dan draai je naar wat aan, hoor, fluister. Luister. Dat wordt weer zoiets als Faust en Greetje. Een Greetje. Met al die voetjes in een klein cafeetje. Wel erg, hè? Dat slenteren in de maneschijn. En met roze geur. Een kusje bij het afscheid aan de deur. Aan de deur. De maan. Vergeet je wel een beetje, gauw je eentje van trouw. Nou, dat gaan we eens even kijken. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat gelaten zwarte haar? Die meneer de Groot. Daar was ik nimmer ingevlogen. Ja. Er was er voor mijn rust geen gevaar. Maar als jij mij aankijkt met die kijkers, is het alsof ik in de diepte glijd. Ja, dan vergeet ik alles, de valken en je dalles, en alles is weer voor mij. Ik ben de lach op het fietsje, mensje.
Belachelijk, hè? De Groot, hallo! Huh? Hallo! Ik zeg everybody happy! Staat hij met het scheerapparaat? Huh? Wat? Of everybody happy is! Ik ga het sturen. Daar gaan ze weer, de stoppen! Wat een toestand, hè? Heb je genoeg? Ja, hebben we genoeg! Maar we hebben geen nut meer om er nou nog lieve stoppen in te draaien. Laten we naar de rand fluiten. Beb, je moet voor de microfoon praten. Ja. Ik sta hier. Ik laat wel een toontje. Ja, ik kan even van de microfoon. De microfoon. Ja, hier is die. Hier. Dames en heren! Ik ken het ook allemaal moeilijk. Ja, dames en heren! Allemaal, de 30 seconden van meneer de Groot. Ja. Dan moet ik weer zien dat ik terugkom. Hallo fans, hier is meneer de Groot. Ik heb van de week heb ik zoiets leuks gehoord van een vriend van mij. Van een vriend van mij, die is deze zomer in Zuid-Frankrijk geweest. En die heeft daar een nieuwe manier ontdekt om temperatuur op te nemen, Dick. Oh ja? Wat hoor ik nou? Een nieuwe manier om temperatuur op te nemen. Een nieuwe manier om temperatuur op te nemen? Wat interessant, ja. Zeg. Wat interessant. Ja, dat gaat met zijn auto, gaat dat. Met zijn auto? Ja. Hoe gaat dat dan? Als de banden aan het asfalt gesmolten zijn, is het tussen de 55 en 60 graden. Ja! Dat was het alweer, hè? Dat was alweer de lach op een schietje vanuit een aardedonker café van de Gullelach. Geef u graag terug aan de studio in Hilversum. En tot de volgende keer allemaal! Ik heb nog iemand afgelopen. Ik ga de zaak opzoeken.